luidjes, dit is Everything Tech en vandaag ga ik eens even een onderzoekje doen naar waar nou eigenlijk de meeste calorieën in zitten voor wat betreft koffiemelk. Je kunt namelijk kiezen tussen bijvoorbeeld in dit geval uh, koffie creamer, zacht en romig, of voor Friese vlag goudband extra romig. Nou, en jullie eigenlijk al de vraag op voorhand. Waar zitten de meeste calorieën in? Je zou zeggen. Dit is, dit is koffiemelk. Dit is poeder. Je zou zeggen dat hier de meeste calorieën zitten. Nou, ik heb even een onderzoek gedaan. En ten eerste plaats kijken we even naar de specificaties op de verpakking. En we zien hier dat per 100 gram. heb je 554 calorieën. Kijk je hier. Even kijken of ik. krijg ik dit scherp gesteld. Per 100 milliliter 145 calorieën. Zien jullie dat? Oké. Okay. Nu, nu drink ik altijd mijn koffie in een vrij grote mok. Wat heb ik nu gedaan? Nu heb ik met behulp van deze schaalmeter, die tot uh, 1 gram nauwkeurig kan meten, heb ik gemeten hoeveel uh, koffiecrème ik gebruik in deze mok en ik heb gemeten hoeveel koffiemelk ik gebruik in deze mok. Nou het blijkt dus dat ik dus uh, 23 gram koffiecrème gebruik en ik gebruik 35 milliliter koffiemelk. Dus de uiteindelijke resultaat is op basis van de uh, hoeveelheid calorieën is, is dat voor één zo grote koffiemok, dit is een vrij grote koffiemok, hier gaat wel nou, 300 of misschien 350 uh, milliliter in. Het houdt eigenlijk in dat de koffiecreamer twee keer zoveel calorieën bevat als de koffiemelk. En ja, ik was zelf ook verbaasd. En dan heb je ook nog uh, goudband extra romig, helemaal vol. En je hebt ook nog halfband. Dus als je dan al de halfband neemt, of zelfs de magere variant, dan heb je nog minder calorieën. Dus uh, ja, grote verrassing is, uh, is dat koffiecreamer creamer twee keer zoveel calorieën bevat, gemiddeld dan <totstuk�> Friese vlag uh, koffiemelk. Dus voor iedereen die uh, op dieet wil, uh, en vooral nu in het begin van het jaar de goede voornemens uh, wil doen. Ik kan uh, sowieso de koffiemelk aanraden. En ja, dan ga dan voor de halfband eigenlijk. Of, uh, of, of nog uh, lichter, normale melk. Of helemaal geen melk, dat is nog beter. Maar goed, het is maar net wat je lekker vindt. En uh, koffie, ik zeg er gelijk op bij, ik spreek zelf uit ervaring: is een uh, hele goede demper voor honger. Dus als je een hongergevoel krijgt, neem een bakje koffie. En als je echt wat in je mond wil hebben om gewoon iets uh, de tijd mee te vullen, kan ook uh, een rolletje pepermunt aanbevelen. Een rolletje kingpepermunt doet echt wonderen. Een hele rol pepermunt is 170 calorieën. Nou, als je daar een hele dag mee kunt doen, dan is 170 calorieën is bijna niks. En als je het combineert met, uh, met koffie en misschien wat andere dingetjes, dan kun je er prima mee afvallen. Dus ik zou zeggen: uh, koffiemelk. De winnaar, kriemer, helaas, pindakaas. Dankjewel voor het kijken. Als je deze video leuk vond, uh, ik zou zeggen, subscribe op mijn kanaal. En uh, de meeste content uh, is trouwens Engels. Maar voor deze video uh, doe ik het even in het Nederlands. Omdat het uh, uh, om een Nederlands, ja, nou ja een Nederlands product uh, gaat. En uh, ja, mocht je deze video leuk vinden. En mocht je de kanaal leuk vinden en, uh, en het waarderen, dan uh, ik zou zeggen... Uh, Abonneer je erop en uh, volg alle gekke ontwikkelingen die uh, op deze kanaal uh, te zien zijn. Ik zie jullie uh, de volgende keer. Hoi, hoi.